Bij een liesblessure voelt u pijn in de liesstreek. Dit is het gebied aan de bovenkant van uw dijbeen en onderkant van uw buik, rondom de liesplooi. Een blessure kan in alle spieren en pezen rondom de lies voorkomen en ook het heupgewricht kan een oorzaak zijn van pijn in de lies. Liespijn komt veel voor bij sporters. Er zijn verschillende soorten liesblessures. 1/3 ontstaat acuut. U voelt dan plotseling een scherpe pijn tijdens het sporten. 2/3 van alle liesblessures ontstaat geleidelijk, waarbij de pijn in de loop van de tijd steeds erger wordt. Er zijn veel verschillende plekken waar een liesblessure kan ontstaan. Maar we zien een paar vaak voorkomende liesblessures. Bijvoorbeeld in de adductorenspieren. U voelt dan pijn aan de binnenkant van uw bovenbeen. Zit de pijn diep aan de voorkant van de lies bij de plooi? Dan gaat het om de iliopsoaspier of heupgewricht. Er kunnen ook andere oorzaken zijn van de pijn en de blessure kan ook in meerdere spieren tegelijk voorkomen. Wij zijn bekend met de verschillende soorten blessures en onderzoeken wat voor liesblessure u heeft. Tijdens uw afspraak in het Erasmus MC heeft u eerst een gesprek. Direct daarna krijgt u een lichamelijk onderzoek om te kijken waar uw pijn zit, hoe de pijn voelt en wanneer deze erger wordt. Dit doen we door te voelen op de pijnlijke plek en het aanspannen en rekken van spieren en het onderzoeken van uw heup. U krijgt verder onderzoek als dat nodig is. Dit kan een röntgenfoto zijn om de vorm en mogelijke slijtage van de heupen vast te kunnen stellen of om te kijken naar de groeischijven van jonge sporters. Soms is het maken van een echo of MRI-scan nodig. Dit hangt af van de plek van de pijn en de uitkomst van het lichamelijk onderzoek. Als u ergens anders röntgenfoto's of scans heeft gehad, dan vragen we deze met uw toestemming van tevoren op. Bent u al behandeld bij een fysiotherapeut, dan is het ook nuttig om hierover informatie mee te nemen. De behandeling hangt af van welk soort blessure u heeft. Voor veel liesblessures bestaat de behandeling meestal uit oefentherapie. Met oefeningen proberen we de geblesseerde spiergroep of spiergroepen te versterken, samen met de spiergroepen eromheen. Dit kan voor langere tijd nodig zijn, waarbij u hard moet trainen. Ook als u eerder al oefeningen heeft gedaan, kan een verandering van het oefenschema u verder helpen. Wij begeleiden u hierbij en hebben verschillende trainingsschema ontwikkeld die u hierbij ondersteunen. Bij een langdurige adductorblessure maken we soms ook gebruik van spiermanipulaties, waarbij we de spieren prikkelen door deze te bewegen en te rekken. Ook een speciale liesbroek kan pijn verminderen. Soms kunt u bij specifieke heup- of liesblessures ook geholpen zijn met een operatie. Tijdens uw afspraak in het Erasmus MC maken we een inschatting van hoe snel u weer hersteld bent. Dit hangt af van de soort blessure en hoe erg deze is. We streven er altijd naar om u het beste advies te geven, waarmee u hopelijk zo snel en verantwoord mogelijk terug kunt keren naar uw sport.